We zijn vandaag in Diepenbeek en dat is niet zo heel ver van Haspengouw. In Haspengouw is er een heel grote fruitstreek en er staan ook heel veel appelbomen bijvoorbeeld. Hey, appel. Appel. Hey. Nu, appels die zijn gezond, die zijn lekker, maar waar ik niet bij heb stilgestaan is dat die ook heel veel fruitafval met zich meebrengen. Nu, naar dat afval wordt onderzoek gedaan en een van die onderzoekers dat daarmee bezig is, is Joachim. En hij heeft ons vandaag uitgenodigd om op bezoek te komen. Van kind af aan wou ik eigenlijk echt wel zo chemie en wetenschap en onderzoek doen. Ja, ik ben een bakker eigenlijk. Het klinkt super nerdy misschien, maar ik vind, ja, nee, dat, ik vind cool, dat echt heel, heel spannend. Hey, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jullie komen eens een kijkje nemen. Jazeker. Goed, dan ga ik je rondleiden. Kei tof, kei tof. Wacht, ik ga u wel eerst een labojas aan geven. Oké. Dat is verplicht. Zo, alsjeblieft. Dankjewel. Dus hier maak ik eigenlijk mijn lappen met appelleer. Dit is van echt de appeltjes zelf, die niet meer goed zijn om te eten. En dit is ook van appeltjes, maar dan nog met vezels in om het sterker te maken. Dat ziet er minder sterk uit, ja, maar het is sterker. Ja, fragieler uit of zo. Ja, maar het is sterker. Oké. Okay. Omdat dit echt de schillen van de appelen is. En ja, de schil, daar zitten veel vezels in en vezels zorgen ervoor dat het sterker wordt. Ja, oké. Okay. Zeg, en om nu dit te krijgen, want dat zijn nu, ja, lappen. Hoe gaat dat? Gaan jullie appeltjes plukken van de bomen? Of? Nee, want de appeltjes die je van de bomen plukt, die kun je opeten. De appeltjes die wij moeten hebben, zijn de appeltjes die de boeren zeggen van die zijn slecht, die hebben plekken, die zijn niet groot genoeg, die kunnen, okay, wij niet verkopen. Dus jullie geven die eigenlijk een doel? Ja, wij geven die een tweede leven. Alright. Wij doen daar iets mee. In plaats van die op de compost op te gooien, maken wij daar leer van. Dit type appelen krijgen wij dus ook met beschimmelden en zo bij. Ah ja, maar die zien er toch nog zelf dus vaak. Die zien er uit, nog redelijk uit. Ja, ja, maar dat, dus dat kunnen ze niet meer verkopen. Maar nee. Dus er zit water in, 85% is vocht, 10% is suiker. En er zit dan ook nog pectinen in. En pectinen is eigenlijk hetgene wat ze ook in confituur doen, dat ervoor zorgt dat die confituur bindt. Dus dat die niet lopend is, maar dat je die mooi kunt smeren. Dat zit ook in die appelen. En als je die appelen dan in de mixer doet en je kookt die, ja, dan begint die pectine te binden. Dat is eigenlijk hetgene wat ervoor zorgt dat je leer sterker wordt. Okay. Nu, als je verder nadenkt, als daar pectine in zit, pectine is iets natuurlijk. Kun je extra toevoegen? Zou je daar eigenlijk kunnen extra gaan toevoegen. Een bakker eigenlijk. Ja, ja, dat is eigenlijk, die oven is ook een bakkersoven. Dus we zijn eigenlijk meer koken eten aan het spelen dan echt. Ja, hoeveel honger krijg jij niet? Je bent de hele dag met eten bezig en een beetje bakker aan het spelen. Er verdwijnen appelen uit mijn frigo. Dat geef ik eerlijk toe. Oké. Okay. En je hebt nog geen degoe van appelen? Van appelmoes ben ik even wel beu geweest. Ik kon even zo geen appelmoes meer zien. Aflossen. Ja, dat moet ook zo geen nachtje laten staan waarschijnlijk. Nee. Ja, nu pas op, het is fruit. Het is, ja, het is, okay, het is suiker, dus als je het in het water legt, als je het in het water legt, dan lost het wel terug op. Okay, ja. Ook een nadeel van ons fruitleer wel voorlopig. Als je het in het water legt, lost het op. Dus een handtas maken op dit moment is goed, maar het mag niet regenen. Oké. Okay. Ja, maar dat is toch met de dure handtassen van Chanel en zo, daar mag ook geen regen op komen. Ah ja, ja, okay, maar dus ik ben niet zo thuis in de wereld van de handtassen. Dus. Maar wel echt een prutswerkje, toch? Ja, het is wel een prutswerkje. Ja. Maar dat vind je leuk? Maar dat is wel leuk, ja. Oké, en die moet nu eigenlijk in de oven om te drogen. En nu, als jij nu zelf mocht dromen, wat zou jij zelf uit appelleer willen maken? Oh, een tent. Je kunt er een tent van maken. Ja. En dat is ja, eigenlijk ideaal, want hoeveel
tonnen afval erna een festival is, wilt je niet weten. En hoeveel tenten dat daarbij zitten, dat wilt je ook niet weten. Dus ja, eigenlijk is dat ideaal, want de organisatie voorziet die tenten, dus ze voorzien het frame, die worden bekleed. En achteraf laat je dat staan, ze halen die lappen ervan af, ze gooien die op de grond, want dat vergaat toch, dat is meststof voor je bodem. Ah, ja. De frames ruimen ze op en die zijn er volgend jaar. Wauw. Ik ben bachelor chemie van opleiding. Ik heb dat hier gestudeerd ook aan de hogeschool. Ja. En dan ben ik hier blijven hangen. Oké. Dus ik heb hier mijn stage gedaan. En dan zo wat ingerold. Maar ik ben hier eigenlijk, dus ik heb hier mijn 3 jaar mijn bachelor gedaan. In het laatste jaar moet je dan stage doen, hè, zoals normaal is in elke opleiding. En ik had zoiets van, ik wil, als ik van kind af aan wou ik eigenlijk echt al zo chemie en wetenschap en onderzoek doen. Ja. Dus ik dacht van, hier wist ik dat ze onderzoek deden en ik was daar wel heel in geïnteresseerd. En ze zochten eigenlijk iemand om daar stage op te doen. Toen zeiden ze van, wilt je niet hier blijven? Wilt je niet hier voor ons komen werken? We hebben nog een project waar we niemand op hebben en dat moet nog een jaar lopen. Ik heb altijd graag wetenschap gedaan. Ik vond dat altijd heel interessant. Ja. Kijk ook, als ik tv kijk, zal het ook altijd Discovery Channel of zo zijn. Dus echt zo wetenschapskanalen en zo. Dat klinkt super nerdy misschien, maar ik vind dat echt heel, heel ontspannend om zo te kijken van hoe worden dingen gemaakt of hoe werkt dit of hoe werkt dat. Of... Zeg, en jij sluit hier straks de deur, jij gaat naar huis. Waar houd jij je zo nog mee bezig? Ik kook heel graag. Echt? Je bent echt volledig voedselmind Ik kook heel graag. Nu, dat is daarmee cool. Dat die projecten mij ook misschien heel hard aanspreken, omdat dat ook wat koken is. Ik luister heel graag naar muziek. En is dat een specifieke stijl? Als ik thuis ben, dan is dat wel metal. Echt waar? Metal muziek. Oh my god. En hier op het werk is dat meestal wel gewoon radio die opstaat. Dat om het een draagbaar voor iedereen. Om het een beetje acceptabel te houden voor iedereen. Dat is zo cool dat je hier appels staat uittrekken op metal muziek. Ja.